Goedemiddag mevrouw Poortvliet van het SMC, Spijkenisse Medisch Centrum in Spijkenisse, gemeente Nieuwsewaard. Ja. Wij hebben in 2020 ook aan het SMC personeel, aan 2300 zorgmedewerkers in Nieuwsewaard, de acute zorgduim 2020 uitgereikt. Klopt. En ja, wij moeten elk jaar, zijn wij bezig als de stichting acute zorg voor de Peter Rodenburg. Organisaties nomineren die zich bezighouden met het verbeteren van acute spoedzorg. Want dat zijn onze doelen. Wij willen een SMC of een ziekenhuis in Nissewaard, een volwaardig ziekenhuis in Nissewaard. En ik weet dat er ontwikkelingen zijn. Onlangs is het spoedplein Spijkenisse geopend, waarin de anderhalve lijnzorg op acute zorg gaat beginnen. Dat is nog eigenlijk net open en dat moet zich nog bewijzen. En dan vonden wij dat toch nog net even te laat om u dit jaar te nomineren. Mm-hmm. Maar wij hebben burgemeester Abu Talib, tenminste de voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, die hebben wij genomineerd. En dan gaan wij vanmiddag de acute zorgduim, VPR, voor de Peter Rodenburg 2021 uitreiken. Ja. En waarom? Omdat hij zich in november heeft uitgesproken om zich in te zetten voor een volwaardig ziekenhuis om die te realiseren in Nissewaard, in Spijkenisse. Wat vindt u daarvan? Nou, vanuit de visie van de stichting kunnen we heel goed begrijpen dat u burgemeester Abu Talib daarvoor heeft genomineerd en dat u inderdaad de keuze op Abu Talib heeft laten vallen dit jaar. Wij als Spijkenisse Medisch Centrum hebben de visie dat we de juiste zorg op de juiste plek willen leveren. Dat betekent goede zorg dicht bij huis. En daarvoor werken wij zowel voor de basiszorg als de acute zorg intensief samen met verschillende partners, waaronder de huisartsenpost. En daarvoor hebben we inderdaad medio december hebben we het nieuwe spoedplein geopend. En wij zien dat als een mooie stap om de acute zorg in de regio nog beter op te zetten. Ja, en we hopen dat dat inderdaad in 2022 misschien weer een nominatie voor ons oplevert. Ja, maar wat is het verschil tussen de oude organisatie huisartsenpost en de oude organisatie spoedeisende hulp hier bij het SMC ten opzichte van het spoedplein? Wat wordt er dan extra gedaan? In het spoedplein werken de huisartsenpost en de spoedpolie van het SMC intensief samen. Dus we hebben maar één balie. Als iemand binnenkomt met een acute zorgvraag, dan wordt direct gekeken, is dat een vraag voor de huisarts of is dat een vraag voor een medisch specialist. En daarmee zorgen we dat de wachttijden voor de acute zorg als mensen binnenkomen op het spoedplein, dat die korter zijn. Dat is onze insteek hiermee. Ja, en dat is ook 24-7 aan de hand al. Dus 24-7... De huisartsenpost is 24-7 bereikbaar. Maar de echte, als het gaat om ingewikkelde acute zorg, dan werken we intensief samen met de partnerziekenhuizen. En dat zijn Van Wild, Bethesda en Dirksland en het Maastricht ziekenhuis. Dus vanwege het ontbreken van specifieke zorg hier en het ontbreken van IC's, et cetera, kan dus nog steeds eigenlijk na 10 uur 's avonds en voor 8 uur in de ochtend geen operaties plaatsvinden en opnames plaatsvinden. Nee, wij bieden inderdaad de planbare zorg. Dus dat betekent dat we heel veel zorg echt voor de inwoners uit deze regio dicht bij huis kunnen bieden. Ook heel veel acute zorg, maar als het gaat om hele ingewikkelde acute zorg, dan hebben we daarover afspraken gemaakt met de ambulances en die bepalen waar gaat de patiënt naartoe en waar krijgt de patiënt de beste zorg die hij op dat moment nodig heeft? Nou, ik denk dat ik voldoende antwoord heb ontvangen van u namens het SFC. En we gaan kijken hoe de ontwikkelingen gaan lopen aankomend jaar. En mogelijk dat jullie volgend jaar ook genomineerd worden. En, want dan weten we wat meer. Nou, en wij gaan toch kijken om onze doelstellingen, om toch ziekenhuis, de volwaardig ziekenhuis in de toekomst te bewerkstelligen. En dan gaan we dus nu naar de Koolsingel om aan de voorzitter van de veiligheidsregio de acute zorg 2021 uit te reiken. In ieder geval hartelijk bedankt dat u
mij te woord heeft gestaan. En, graag gedaan. We gaan elkaar mogelijk volgend jaar nog zien. Vast wel. En dankjewel. Succes met de uitreiking. Dankjewel. We hebben met u afgelopen vrijdag bij Radio Rijnmond natuurlijk met elkaar, maar ik heb u geïnformeerd, laat ik het zo zeggen, ja. En over het doel van onze stichting. Wij hebben een aantal doelen, dat is in ieder geval de verbeterde acute zorg op voor de Putten-Rozenburg en inmiddels ook Vliet, om dat te verbeteren. Wij willen een volwaardig ziekenhuis in Nissewaard, in Spijkenisse. We willen betere aanrijdtijden van ambulances. We willen de huisartsenpost op Hellevoet terug. En nou goed, dat zijn wel eigenlijk de hoofdzaken die wij eigenlijk nastreven. En wij doen ook als stichting jaarlijks de acute zorgduim uitreiken aan instanties werkende in de acute zorg die zich nadrukkelijk hebben of ingezet of gezorgd hebben voor een verbeterde acute zorg. In 2020, toen hebben wij 23 zorgmedewerkers in Nissewaard, hebben wij de duim gegeven in de vorm van een kaars met een sticker. Ieder persoonlijk, of niet persoonlijk, maar aan de organisaties. En 23 zorgmedewerkers hebben dat dus ervaren als zeer prettig dat er aan hun gedacht werd. Dit jaar hadden wij eigenlijk toch wel heel grote moeite om een nominatie te vinden voor het verbeteren van de acute zorg. Want de aanrijdtijden van ambulances die zijn zorgwekkend. 8 gemeenten van de regio is die 80% maar, terwijl de norm natuurlijk 95 is om binnen 15 minuten aanwezig te zijn. Echt zorgelijk. Maar er zijn ontwikkelingen, dat heb ik ook verteld. Er is een spoedplein gekomen. We zijn net bij het Spijkenisse Medisch Centrum geweest om daar na te vragen van wat de intentie daarvan is. Maar ze zijn net begonnen. Dus wij gaan dat monitoren het aankomend jaar. Misschien dat zij dan volgend jaar wel genomineerd worden. En er is ons beloofd aan de burgers, dat er ook een opkomstlocatie voor ambulances komt in Nissewaard. In feite is het pand er al. Het schijnt alleen ergens te blijven hangen om de financiën. Goed, gaan wij niet over, maar wij gaan er wel vanuit dat die dit jaar er komt. Misschien ook een nominatie waard volgend jaar. Of dit jaar, 2022. Maar 2021, wat schetst onze verbazing dat u zich uitsprak als voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Dat u zich uitsprak om zich sterk te maken voor een verbeterde ziekenhuis, en ook op acuut gebied natuurlijk, in Nissewaard, in Spijkenisse. Dan heb je ons te pakken. Dat is ons hoofddoel. Dat is het hoofddoel van de stichting. En wij hebben dus ook gemeend om die nominatie ook waar te maken, door u ook de acute zorgduim voor de Putten-Rozenburg, om u die ook daadwerkelijk uit te reiken over 2021. En dat is in de vorm van deze. Prachtig. Daar zit een standaard bij, daar kunt u hem tegenaan zetten. Maar dit is voor u. En wij spreken dus de wens uit. Succes met het realiseren van een volwaardig ziekenhuis. Ik zie het. Spijkenisse. Staat op. Dus wij steken u een hart onder de riem. Dankjewel. En wij gaan ervan uit dat u eraan gaat werken. Dankjewel. Dan heb ik nog iets, want u had het net over de badjas. In juli 2017, toen was ik daar in deze outfit. Ik beeld hier een oudere inwoner van voor de Putten-Rozenburg uit, en Vliet, die op zoek is naar een volwaardig ziekenhuis in Spijkenisse, ambulance aanrijdtijden, allemaal weer op orde komen en de rest hebben jullie al gehoord. U vroeg mij van die badjas, waarom heeft u die aan? Toen zei ik, en als antwoord, ik ben geboren in Rotterdam
Ik ben een Feyenoorder en u bent ook supporter van Feyenoord als burgemeester van Rotterdam. En ja, ik heb hem mee. Ik wil hem al aanbieden, maar we hoeven hem niet. Maar we hebben gewoon een hele nieuwe voor u. En die mag u even uitpakken en kijken of die staat. Hij staat vast wel. Kosten nog moeite zijn gespaard om het allemaal te organiseren. Doet u hem even aan, dan doen we hem even en dan gaan we samen even op de foto. Als twee Feyenoord vrienden. Ik heb me net afgestudeerd. Ja, hij blijft plakken een beetje, maar dat komt omdat het statisch is. Ja. Even wachten, hij komt eraan. Zo, alsjeblieft. Even aantrekken. Zo. Dat was wel leuk. En dan, dan kunnen we ergens natuurlijk zo. Zo, gewoon zo, dat is prima zo. Ja, hij is van mij al natuurlijk behoorlijk oud. Ja. Ik heb inmiddels ook een nieuwe gekocht. Maar jullie ook even staan? Maar samen werkt beter. Hè? Zo is het. Dat is het kan alleen maar beter. De slogan. En wij gaan ervoor om de acute zorg te verbeteren. Dankjewel. Ga lekker zitten. Ja. Zo. Ik ga je een paar dingen zeggen. Het gekke is. Ik ga natuurlijk helemaal niet over het ziekenhuis. Ik ben daar ook helemaal niet verantwoordelijk voor. Maar ik heb slechts één kleine bijrol. En dat is de acute zorg in de regio. Als er calamiteiten aan de orde zijn of als er een pandemie aan de orde is. Natuurlijk niet voor niks dat de regering de pandemie bestrijkt met 25 regio-burgemeesters of regio-voorzitters. Je kan op een afstand uittekenen dat een van de problemen waar we tegenaan lopen is dat we in het stelsel van gezondheidszorg ontdekt hebben afgelopen jaren te weinig IC-bedden te hebben. En dat het voornamelijk ook samenhangt, niet zozeer met gebouwen, maar met opleidingen. En het begin overigens ook met apparatuur die we niet hadden. We hadden al beademingsapparatuur, te weinig voorraad. Ze waren gewoon niet ingesteld op een pandemie. Maar God verhoede dat hier ook een ramp uitbreekt met een grote explosie in de haven. Waarvoor je heel veel opnamecapaciteit nodig zult hebben. En dan zeggen de verzekeraars, ja, maar je hebt de regio, je kunt naar het ziekenhuis in Den Haag. Er is nog een noodhospitaal in Utrecht, et cetera. Dat mag dan allemaal waar zijn. Maar de werkelijkheid is dat door toedoen van ons stelsel met een grote rol voor verzekeraars die capaciteit erg scherp wordt uitgerekend en ook scherp is afgebakend. We hebben geen overloopmogelijkheden meer. Wij kunnen leren natuurlijk van ons watermanagement in Nederland. We hebben niet voor niks een primaire dijk en een secundaire dijk. Dat als de primaire dijk niet voldoet, dat je nog een tweede systeem hebt. Dat je een harmonica model hebt. En dus in de evaluatie van de pandemie en de zorgcapaciteit zullen we hier vast over komen te spreken. Twee, op de eilanden, want daar praten we nu over, zien wij ook een verwachte groei van de populatie. We zien een toename van het verkeer, want een deel van waarom die ambulanceaanrijdtijden niet goed zijn, heeft te maken gewoon met het verkeer. Bruggen die een ingewikkelde bezigheid zijn, afstanden die anders komen te liggen. Daarmee nemen de risico's voor de mensen die met een acuut probleem zitten om een volwaardig ziekenhuis aan deze kant, Erasmus, maar ook Erasmus op het ziekenhuis op Zuid te bereiken, die neemt af. Dus daar moet je reëel in zijn. Ik denk dat we ook de rol van de verzekeraars met elkaar gaan evalueren. Moeten we iets meer gaan doen aan plannen, in plaats van dat het alleen maar scherp per bed, per regio wordt uitgerekend. Hoeveel redundantie, zo heet dat dan, hoeveel extra bedden die leeg zijn, wil je accepteren waar niemand op ligt, maar wel handig als het er is. Onze brandweermensen blussen ook niet elke dag, elk moment van de dag brand, maar ze zitten er wel. En ze doen allerlei nuttige dingen, ze trainen en het is o zo belangrijk als het echt nodig is. Nou, dat gesprek moeten wij met elkaar voeren. Niet alleen overigens over de mate waarin wij fysieke voorzieningen hebben. Kijk, een ziekenhuis op de eilanden gaat niet een soort Erasmus MC worden. Dat is ook niet nodig.
En misschien moet dat wel een relatie hebben met Erasmus MC. Een vorm van een dependance of iets van die aard. Ik sta open voor alle discussies die we met elkaar over kunnen voeren. Maar het gaat mij ook om nog om patiëntenvervoer, anders dan per ambulance. Ik heb hier een gesprek aangezwengeld een tijdje geleden over de vraag of je tot aan Zeeland toe ook mensen kunt vervoeren per ambulance. Nu is het zo dat de traumaheden die we hebben vooral bedoeld is om ter plaatse mensen te behandelen. We zijn daar niet echt uitgerust om mensen te vervoeren. Met als gevolg dat je soms ziet dat vanuit Zeeland patiënten naar België gaan, omdat dat makkelijker te doen is dan deze kant uit. Dus wat mij betreft is er nog veel meer te bespreken dan alleen een fysiek ziekenhuis, maar het gaat eigenlijk om de hele zorg in het gebied. We spreken net ook al over huisartsenzorg en dat soort vraagstukken. In combinatie met de groei van het gebied en het feit dat mobiliteit steeds een uitdaging wordt om vanuit de eilanden dit deel van onze regio te bereiken. Nou, daar wil ik graag een hele zindelijke discussie over voeren. Er zijn mensen die nu al roepen van dat ik ongelijk heb. Maar dan denk ik, u roept te snel. Laten we met elkaar voor het gesprek gaan. Wij weten hoe de hele acute zorg natuurlijk is ontstaan. De huidige situatie, jarenlang bezuinigen, spoedhulp, eisende hulp sluiten, ziekenhuizen sluiten. Bijvoorbeeld het Havenziekenhuis, Holy Ziekenhuis in Vlaardingen. Maar bij ons op de eilanden is het oude Ruud van Putten ziekenhuis natuurlijk helemaal uitgekleed. Er is geen uiteraard longfunctie meer, zeg maar, afdeling. Hartafdeling, kinderafdeling. Er worden geen kinderen meer geboren. Heel erg belangrijk voor inwoners van ons, want je wil ze dicht mogelijk bij het huis ter wereld komen. De zorgverzekeraars, u zegt het, hè, die hebben 25 miljard op de plank leggen en ze lopen overal op te bezuinigen. Artsen mogen maar zoveel operaties doen. Het debat van vandaag in de Tweede Kamer gaat voor een deel natuurlijk ook over de zorg en over de financierbaarheid van de zorg. En ik denk dat de pandemie ons echt geleerd heeft een aantal andere dingen die we de komende periode tegen het licht gaan houden. Dus ik beloof u dat ik het ga doen. Ik wil u graag danken voor uw komst. Ik moet helaas weer verder. En dat je al deze geweldige mensen hebt meegenomen. Je hebt het nu allemaal vastgelegd, dus het is allemaal gezegd. En we spreken elkaar nader. En wij blijven als organisatie, zeg maar, als stichting natuurlijk gewoon doorgaan. Ja. Het monitoren, we houden u op de hoogte. We gaan u ook nog een brief schrijven over de ideeën die wij dan daarover hebben. En want dan kan ik u toezeggen. Er zijn heel veel mogelijke oplossingen om, zeg maar... Altijd goed. Alle ideeën gewoon opschrijven. Daarom. Ja. Dank je wel. Ja. Bedankt. Dank voor de duim. Dank je wel.